Hallo mensen, welkom terug in Doorkikkers. En vandaag gaan we weer verder met de Drugbus campaign. En gaan we de laatste twee missies in deze hoofdserie, als ik het zo mag noemen, gaan we doen. En dit is dus Key Witness Escort Judy, de Superbs. Escort VIP to the safe zone. Dus er is al drie mensen bekend en dan nog heel veel anderen waarschijnlijk. Oké, het is schild. Is een schild handig bij het escorteren van een VIP? Ja, als ik zou kunnen zorgen dat hij er echt achter blijft, wel. Maar ik weet niet of ik daarvoor kan gaan zorgen. Dus ik wissel hem even gewoon met een ander iemand om. Lock and load. Let's do this. Thank you. Oh, dit is... Ja, dit zijn al die drie mensen die bekend zijn. Dus dat de VIP zijn, ja. Get a range to control. Oké. Gaan zij nu direct schieten? Denk het wel. Want zoals ik nu hier kijk, ziet het er echt uit alsof het is. We reden eerst en ze hebben ons geblokkeerd. Ja. Die worden dus direct doodgeschoten. Oké, gelukkig. Ik kan de VIP ook bewegen. Ik ga even wat inzoomen. Maar doe ik eigenlijk toch maar niet. Hier zijn deuren. Ik denk dat ik zoveel mogelijk moet hier naartoe. Maar hier is geen deur, zeg maar. Ik denk dat ik één iemand met de VIP bovenlangs en dan hier over de straat steken en dan zo ga laten gaan. Dus jij mag hierheen, maar je mag nog even blijven staan. Okay. Moving. Holding. Je mag even in cover dan gaan staan. Shit. Er is dus één iemand dood. Ga jij maar dat doen. Oh, hij is ook al gehit. Ga je nu... Als ik het goed heb, was hier nog iemand. Charge ready. Waar gaan die deuren open? Dat is even iets wat ik wil weten. Maar goed, blow up. Nee, shit. Oké, ik ben er dus nog maar met één persoon. Die moet dan heel de VIP natuurlijk gaan doen. Dan kan ik maar beter ook even gaan inzoomen. Got it. Doe dat maar. I'm hit. Tango down. Waarom duurde het zo lang voordat je hem kon neerschieten? Maar goed. Okay. On target. Ik wil dat je dat in de gaten gaat houden. En dat de VIP veilig hier kan komen. Oké. Okay. En gaan nu maar zo lopen. In position. I'm on. Wilco. Voor de zekerheid gooi ik hier even een flashbang. Slecht, iedereen is dood. Ik ga het nu anders doen. Ik ga nu iedereen mee laten lopen. Dus weer deze doen. Um,
En zal ik nu dan toch... Ja, ik ga nu toch het schild gebruiken. Thank you. Dus eerst wordt op deze natuurlijk weer geschoten. Mag het schild als eerste. En dan... Mag jij zo gaan lopen. En jij ook. Zo. En dan ga jij ook mee gaan lopen. Maar nu nog even wachten. Meelopen, meelopen, meelopen. Pas op, hier is iemand. Ga de deur maar doen. Oh, oké. Is dat een granaat? Shit, dat is een granaat. Goed zo. Oké, gaan we doorlopen. En loop dan maar direct door voor die deur. Zo. Shit. Beetje te veel damage dan ik had gehoopt. Zo. Hopelijk is het nu genoeg geflasht. Shit. Alweer? Waarom is dit zo moeilijk? Hallo mensen, tijdens het renderen van deze video kwam ik erachter dat ik het wel echt gewoon heel slecht deed. En eigenlijk wou ik deze video niet eens uploaden, maar ik dacht... Nou ja, dit moet ik eigenlijk gewoon maar laten weten. Ik ben gewoon echt heel slecht in deze game. Zoals jullie kunnen zien, de Drugbus campaign, best result poor. En we hebben 10 van de 47 sterren gehaald. Ik geef toe, ik ben gewoon heel erg slecht in deze game. Deze campaign heb ik dus praktisch niet af kunnen maken. De laatste missie moest ik met 1 man doen. En ja, dat ging gewoon ook niet. En ik wil nu van jullie weten of jullie deze game nog terug willen zien, zeg maar. Want voor mij, ik ga het waarschijnlijk nog wel een keertje spelen gewoon voor de leuk. Want het is een best goede game. Maar willen jullie dat ook nog zien op dit kanaal? Want ja, zoals ik al een paar keer heb gezegd, ik ben gewoon heel slecht erin. En ja, ik probeer leuke video's te maken, maar... Ja, ik kan het zo leuk maken als ik wil, maar als ik gewoon erin faal, dan is het voor mij en voor jullie waarschijnlijk ook niet leuk. Dus laat even in de berichten weten of jullie deze game nog willen terugzien of gewoon, zeg maar, van gooi toch alles weg van deze serie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.